Peter, kom. Kom, ik wil naar huis. Peter, kom. Kom. Peter? 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 Nee, ben jij Peter? Nee. Wie ben jij dan? Ik ben Prins Moken de Eerste. Oh, hey, Emma, het is misschien heel raar, maar hoe kom jij in mijn bed? Weet ik niet. Ben je wakker geworden vannacht? Weet ik niet. Kon je niet slapen? Nee. Nee? Hé, hey, maar met wie heb ik de... Jij bent de prins. De jeugdprins van... Het Kattegat. Het Kattegat. Jeetje. En heb je al een hele leuke carnaval gehad? Ja. Ja? Kijk, ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd, hè? Wacht, ik ga eventjes naar jou toe draaien, hoor. Even wachten, lekker in bed liggen zo. Hé, hey, is er iets wat jij heel goed kan nadoen, een dier? Weet ik niet. Nee? Nee. Verzamel jij iets thuis? Nee, niet echt. Nee, niet echt. En jouw allerbeste carnavalsliedje, dat vind ik altijd zo gezellig wakker worden. Wat zing je heel graag? Dat is een soort slaapliedje of zo, want ik ben nog niet helemaal wakker na gisteravond. Ik weet niet echt. Van een Sanseveria of wat hebben we nog meer voor leuke liedjes? Je bent er helemaal stil van, hè? Ja. Je bent er helemaal stil van, hè? Ik zie het. Heb jij een hele leuke mop wat jij kan vertellen? Die heb jij vast wel. Moet ik even nadenken. Nee, maakt niet uit. Drie niet zo, nee. Nee, en raadsels is ook een beetje ingewikkeld om die te vinden op in bed. Wat wil je laten worden als je groot bent? Vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur. En wat voor vrachtwagen wil je dan gaan rijden? Een autolaadkraan. Een autolaadkraan. Nou, maar dat bedoel ik. Daar kun je mee thuiskomen. Dat is altijd handig. Hé, maar weet je wat we gaan doen? We gaan lekker aan tafel. Goed idee? Ja. We gaan een ontbijtje eten. Een hele goedemiddag en welkom terug bij Ben de Wakker. Nou, ik begin steeds meer in te kakken. Jij? Nou, mijn stem die gaat me meer verlaten, maar ik voel me top en topfit vandaag. Ja? Wat ja. Goed voor jou. Ja, heerlijk. Ja, ja. Hey, we zitten vandaag dus niet alleen, want we gaan een keer... En wat leuk is, in het Kattegat, daar hebben ze een jeugdprins. Ja, een hele goedemorgen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen vannacht? Ja. Ja? Oh, we gaan de microfoon even bij. Gewoon een beetje erbij zetten, hè, zo. Dus je goed horen. Hé, hey, stellen wij eens voor. Wie ben je? Ik ben Prins Moken de Eerste. En dit is jouw eerste jaar? Tweede jaar? Eerste. Eerste jaar. En hoe worden daar gevraagd in het Kattegat voor? Of? Ja, ik werd gevraagd en toen heb ik ja gezegd. Oh, en wanneer hebben ze jou gevraagd dan? Want belangrijk natuurlijk voor 11 van de 11 natuurlijk. Dinsdagavond volgens mij. Hey, heb je er aan meegenomen? Ik heb Narwil Wil wel meegenomen. Je hebt dinsdagavond heb je het gevraagd? Ja, voor carnaval dan. Oh, voor carnaval. Dinsdag, voor de 11e van de 11e. Volgens mij nog een week daarvoor. Een week voor carnaval? Een week voor de Sauwel. En wat moeten we allemaal doen als jeugdprins? De grote optocht. Bij ons is dan kaderverbranding. Ja. Op de kinderoptocht op school. Vrijdag wel, hè? Ja. Als komt er even lekker naast staan. Ja, komt er even lekker bij staan. Het is ook allemaal spannend, hè? De eerste keer op televisie en zo. En dan nog maar een week. Ja, je bent nog gewoon heel kort prins. En dan zit je gewoon hier in een tv-uitzending. En dan moet je gewoon alles gaan vertellen. Nou, maar ik vind het wel super knap dat je er bent, hoor. Applaus voor jou. Nou ja. Vind ik echt respect, hoor. Tada! Ta-ta-ta! Nou, er is geen kapel, want doe het zelf maar even. Hey, leuk dat je er bent. Ga gelijk even naar de overkant, want daar hebben we ook nog iemand zitten. Ja. Ik ben Tom. Ja, Tom. Mag de voorzitter uithangen van Stichting de Kater uit Dorst. Elk jaar blijven we er goed uitzien, hè? Ja, ga je ook. Nou, dankjewel. Dat is de poeier. Ja, maar dan nog wel een kater ook, hè? Ja. De kater. Ja, nou, ja, we proberen wel een beetje fit te blijven natuurlijk, om ook vooral onze jeugd te ondersteunen.
En hun ondersteunen ons. Dus, en dat werkt eigenlijk goed, hè? En het is ook spannend, hè? Ik vind het zelf ook wel spannend. Ja? Nou, jullie zijn wel een geruststellende factor, moet ik wel zeggen, hè? Nou, wat fijn. Ja. En om jullie ook nog de maag een beetje gerust te hebben, we nog wel lekkers meegenomen. Zo! En ik heb net 20 keer gehoord, je mag niet noemen waar het van afkomt, maar we hebben maar 1 bakker in Dorst. Oh, ja. Oké. Okay. En ik kom even niet op zijn naam. Nee, maar we hebben maar 1 bak. Ja. En kan we niet nieuwe broodjes. Hè. Dat is voor jullie, hè. Dan komt het bij de maag ook vast wel goed. Maar dat ziet er bijzonder uit. Ja, laat even kijken. Die zijn met kinderen ook heel lekker. Zijn nou toch... Moet ik even uitleggen wat hier allemaal in zit? Ja, ik had al gehoopt dat je dat niet zou vragen. Ja, maar toch, daar was ik al bang voor. Nou, er zit iets van curry op, er zit iets van kaas op en er zit iets van ui op. Nou, ik kan dat niet lekker zijn, zou ik willen zeggen. Het ruikt wel heel goed. Dat is heerlijk. Het is echt, is het goed? Jullie zijn van de kater, maar is het ook goed voor een kater? Er is niks beters dan dit. Want ik heb het echt nodig. Ja, nee, dan zeg ik, zet hem op. Het is heel lekker. En dan horen wij graag of wij het compliment kunnen retouren aan onze bakker. Bij deze. Nou ja, welke bakker waren dat? Sorry? Welke bakker waren dat? Er is maar 1 bakker. Er is maar 1 bakker. Het is de enige... Ja, ik kom steeds niet op die naam. En Dorst is niet zo heel groot, nee, hè? Nee. Ja, we zijn groeiende. Ik heb 500 mensen niet op zitten letten, want we zijn van 2500 naar 3000 gegaan. Maar dat is allemaal... wordt verbouwd en worden groter. En ook die kinderen worden allemaal groter, hè? Want er staan hier ook nog een paar hofdames, hè? Ja. Nou ben ik niet... Ik ben niet zo lang. Maar het zijn er een paar. Het zijn er 1, 2... Nee, we hebben 3 hofdames. 3 hofdames. We hebben een raad van 11. Ja. We hebben onze prins. En we hebben een nar. Ja. Nar heet Wil wel, trouwens. Wil wel. Die wil wel. Nou, dan gaan we even naar Wil wel. Ja. Misschien moet hij zichzelf even voorstellen. Ik ben nar Wil wel. Nou. Ja. Hey, en hoe lang ben je dan al bij het Kattegat? Nu gewoon... Dit is mijn eerste keer. En ze mogen daar ook maar 1 jaar, of is dat... Ja, wij kiezen... Nou, wij, de groep 8, die kiest de kinderen zelf. Ja? Die kiezen hun raad en de prins en de nar. En sommigen doen ze een sauwelekje. Ja? Of ze doen misschien wel een dansje, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Dus ze presenteren zich wel, maar ze doen het 1 jaar. Het zou kunnen zijn dat er iemand in groep 7 bijvoorbeeld, en dat klopt nu, in de raad zit. En dan zou het kunnen zijn dat hij volgend jaar nog een keer op kan... trainen als raadslid. Meestal is het altijd al geweest in het Kattegat? Altijd een jeugdprins, een jeugdraad? We hadden het net over, ik denk al 1 jaar of 20 ongeveer de kater. En het kater kwam terug uit het katergevoel. Die komt ook wel later. Hij komt wel, hè? Keihard. Ja. Bij jou moet hij nog komen, denk ik. Nee, maar het is al. Een kater die ontstond na het wegvallen van Dorstig Leut. Want zo heette de vroegere club. Maar misschien al wel 20 jaar lang. Wat ik me ook echt afvraag, hè, want jullie hebben dan wel een hele grote, heel veel jeugd in het Kattegat. Zijn er ook volwassen prinsen in geweest. Het Kattegat? Geweest. Toen het Dorstig Leut was, toen hadden we een volwassen prins naar raad. Maar dat is al echt heel veel jaren niet, hè. Maar ik moet wel zeggen, het, is ook wel, het geeft ook wel wat nieuws. Dit is de toekomst. Ja. En als onze de jeugdprins en de nar, die stuwen ook de carnaval weer een beetje hoger. Ja. En het broodje komt omhoog, zeker. Ja, nu wel. Deze broodjes zijn lekkerder dan die, hoor. Hey, maar wie ondersteunt dan alle jeugd? Is dat echt een bepaald groepje? Of? Nou, we hebben projectleden, hè? En Robbie is er één van. Stellen wij eens even voor. Ik ben Robbie. En ik hou me eigenlijk met name vooral bezig met de jeugdraad. Dus eigenlijk alles wat de jeugdraad doet en waar die naartoe gaat, zorg ik mee. Waar zijn ze de afgelopen dagen naartoe gegaan? Zo hadden we vrijdag zijn ze op de school met de kinderoptocht geweest. Ja. Na school zijn wij naar Stichting PIM geweest. Ja. En 's avonds hebben ze zitten feesten in de cliffhanger bij ons in het dorp. En volgens ook de grote optocht op zaterdag. Die is bij jullie wel doorgegaan? Ja, zeker. Ja. Zeker. Weliswaar in iets afgeslankte, iets lagere vorm. Ja. We hebben gewoon een goede optocht gehad en een zeer prettige prijsuitreiking. Oh, wauw. Ze hingen met de benen buiten in het enige café wat we nog hebben. Dus maar wat maakt nou dat bij jullie de optocht wel door kon gaan? Misschien wel een factor geluk. Ik zal niet zeggen lef, hè, want wij kijken wel naar de veiligheid. Ja. We hebben wel gekeken van het moet veilig zijn voor iedereen. Ja. Dat betekent dat we wel de grote wagens, die hebben afgeslankt meegereden. Sommige wagens hebben niet meegereden, maar die hebben we wel gejureerd. Ja. Die hebben wel een act gedaan. En in de optocht zelf waren de creatie in afgeslankte vorm te zien. Dus we hebben iedereen een eerlijke kans gegeven. Want de wagen die gewonnen had bijvoorbeeld, die heeft niet mee kunnen rijden, want die bouwen tot 10 meter. En 1 windvlaag in gaat om. Dus ik denk dat we daar niet afwijken, want Breda gaat natuurlijk ook met een bepaald veiligheidsplan rijden. En dat hebben wij ook gedaan. En misschien hebben we wel een factor geluk. Nou gaat en wie waren de winnaar van de grote optocht van jullie? De carnavalsvereniging van Veel Bier Worden Zat. Van Veel, dat klopt. Dat klopt, hè? Dat klopt. Jij spreekt uit ervaring, hoor ik. Ja.
Daar slaat ik er wel op aan dan. Ja. Mag ik dan toch niet even met jou proosten? Nou proosten. Ik heb proosten. Dan melk? Kun je het melk pakken? Ja, dat kunnen. Dat is altijd goed daarna. Hè? Lekker met je melk. Hey. Heerlijk. Dus ik denk, we hebben misschien een factor geluk gehad. We hebben een mooie optocht gehad, mooie creaties. En we hopen dat, want Oosterhout gaat als goed met half vaste de optocht nog organiseren. Ja. Dat de carnavalsvereniging... Oh, er gaat de bekker. Welke is het? Ja, die was het. Dat de carnavalsvereniging nog de energie hebben om eraan te sluiten. Want het is te mooi om niet te zien. En overigens op onze Facebookpagina kun je het filmpje gewoon zien. En op welke pagina is dat? Dat moeten we wel even zeggen. Ja, dat vind Stichting ik de Kater uit Dors. Stichting de Kater op Facebook. Dan kom je bij ons uit. Dan zie je alle filmpjes, foto's van de boerenbruiloft, de optocht. De filmpjes van de vereniging die er niet waren, maar die heel veel werk hebben besteed. Ik zou vooral zeggen, ga naar onze Facebookpagina en ga naar onze website stichtingdekater-dorst.nl. Hey, mooi gesproken. Hey, even, wat zijn nou de belangrijkste activiteiten van dit jaar? Misschien kan de prins dat vertellen. Ja, de prins wel, die kennen wel. Ja. De grote optocht en de katerverbranding. En wat staat er nou op het programma? Het is natuurlijk carnavals maandag, we hebben nog een dag. Wat gaan ze nog meer doen in het Kattengat? De komende anderhalve dag nog, denk ik. Vandaag verder niks. En morgen hebben we het peuterbal, Dorst-talent en... Dorst-talent, vertel, wat gaan ze daar doen? Dat is een soort Hollands-talent en dat kinderen allemaal gaan optreden. Die gaan dan, doen dan een ekje en dan gaan we er weer En hoeveel doen er mee? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. En wie is de jury? Dat zijn jullie zelf, de jury dan? Nee, we moeten wij zijn partijdig, hè? Oh, partijdig, oh ja, tuurlijk. Maar Inge, die weet precies hoeveel deelnemers er zo zijn. Goedemorgen, Inge. Kom er hem even lekker tussen staan. Kom maar lekker naast staan. Kom hier maar even tussen staan, is net zo makkelijk. Ja, wij buiten niet, toch? Huppakee. Zeg, vertel eens even. Hoeveel deelnemers? Ja. 17. Ja. En dat zijn allemaal natuurlijk kinderen, of ouderen, of echt alleen kinderen gebonden? Alleen kinderen, van de basisschool, van groep 1 tot met groep 8. En hoeveel basisscholen hebben jullie in Dorst? Eén. Had ik al gezegd dat er bijna 3000 mensen bij ons woonden. Dus. Serieus? Geen 30.000, hè? Ja, wij zijn het nieuw, hè? Wij moeten er nog een beetje inkomen. Wij weten het allemaal nog niet zo goed. Ja, wel een bekend gezicht van vorig jaar eigenlijk. Dus, wie? Ja, jullie allebei. Echt waar? Ja. Ja, jij. Hoezo? Ook. Van vorig jaar. Nou, dat was ik incognito, denk ik, vorig jaar. Ik ben altijd incognito. Het is een masker. Het is ook al maandag, hè? Het is pas maar. Het komt allemaal wat later binnen. Hey, ik zeg, wat voor activiteiten hebben jullie dan nog meer? Waar jij een beetje... Ik ben secretaris van Stichting De Kater. Dus ik ben eigenlijk wel overal bij betrokken. Ja? Maar ook met name samen met Robbie, de jeugdbegeleider. Want we hebben gewoon een hele grote raad. De kinderen. Je bent secretaris. Ja. Wat zijn dan die functies? Moet je dan een beetje iedereen een beetje helpen? Of zorg je voor de... Ja, van de vergaderingen maak ik de notulen, maar niet altijd even op tijd, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Oh. Dat doe ze keurig. Ik doe het uiteindelijk wel. Ja. En vergadert de prins dan ook mee? Nee. Die krijgt de notulen later. Ja. En in een officiële briefing of zo, of een week voor carnaval. Ja, nou ja, goed, ze zijn er natuurlijk wel bij betrokken. Wij lichten ze mondeling in en dat werkt. Ze hebben een draaiboek gekregen. Dat heeft Robbie overigens verzorgd, hoor. Ja? Dus, hoe ziet zo'n draaiboek dan eruit, Robbie? Zo'n draaiboek ziet er gewoon uit van wanneer we wat gedaan en welke tijden. Van wanneer beginnen we, wanneer is het ongeveer afgelopen en wanneer, wat gaan we precies doen op welke dag? Ja. En welke mensen begeleiden, kijk, want achter de kinderen staan natuurlijk ook hun ouders en die zijn er ook allemaal bij. Nou, komt er anders even gewoon bij. Ja, kom er al die ouders bij, kom maar. Kom maar, alle ouders mogen gewoon mee. Ik zie grote ogen van ik zie paniek, kom er allemaal even bij. Kijk eens, goedemorgen ouders. Goedemorgen, lekker broodje, kom, we hebben lekker broodjes, koffie. Die komen eraan, zie ik inderdaad. Oh, gezellig, kijk. Dus dit zijn de ouders. Oh, moet even bij de camera wel. Zo. Ook een zware carnaval gehad. Jullie zien er wel lekker fris uit. Ja. Hey Esther. Ja. Ik zou zeggen, loop eens even naar een van die ouders. Ja, ik ben wel benieuwd. Kijk hoe die het ervaren. Nou, wacht. Ik denk dat ik dan het beste... Even kijken hoor. Hoe is het met jou? Wij zien er nog lekker fris uit. Ja, lekker gedoucht. Lekker gedoucht. Ja hoor, helemaal prima. Lekker fris en fruitig. Ja. Ben je bang nu? Nee hoor. Nee, het is goed. Kom hier. Hey, jullie hebben het ook allemaal... Jullie regelen dat de raad allemaal overal naartoe kan. Ja, dus. Wat zeg je? We mogen een beetje rijden. Oh, kom maar eens even deze kant staan. Kom eens even lekker in. Oh, god, denk ze. Kom eens even lekker. Stel mij even voor, wie ben je? Oh, ik ben Manon. Dit is Manon. Ja. Dit is even Manon, hè? Mijn dochter zit in de jeugdraad. Ja. Dus we hoeven niet zo heel veel te doen, omdat de kater eigenlijk alles wel in kan en kruiken heeft. Maar we mogen wel een beetje rijden.
Oh. Een beetje brengen, halen. Oh, dat is ja, wel hoe zijn jullie hier gekomen? Zijn met aparte auto's of met een bus? We zijn niet op de fiets vandaag. Nee? Nee. Hoe zijn jullie met gekomen? De auto al. Met de auto. Maar dat is wel balen met carnaval? Dat je zoveel moet rijden? Ja, maar ja, Dorst ligt natuurlijk toch buiten het centrum van Breda, buiten ja. Oosterhout. Dus we zijn wel gewend om naar dingen toe te rijden. Maar meestal pakken we de fiets als het even kan. Hè. Dat wel. En waar ben je allemaal geweest? Ik spreek natuurlijk voor mezelf. Is er nog iemand hier die daar ook weer heel goed kan vertellen? Kom naar de tafel. Oh, dat ziet er wel echt heel gezellig uit. Ja, zware nacht gehad? Heb je een zware nacht gehad? Zo. Oh, carnaval, ja. Wij zijn van de carnavalsvereniging De Katerlaan. Oh ja? Dus als dan een grote optocht is in Dorst, dan komt de optocht altijd bij ons langs. Ja? En dan maken we altijd een leuk feestje van. En hebben dit jaar voor het eerst hebben we daar een naam aan gegeven. Dat vond ik wel toepasselijk, de Katerlaan. Ja, zeker. Ja. Hey, maar jij moet ook continu rijden. Nou, niet continu hoor, maar als het een die nodig is, dan rijden we ook, ja. Hey, ja. Ik vind het toch eigenlijk wel hartstikke leuk, de jeugdraad, de jeugdprins. Maar die volwassen prins die moet ook wel komen hoor. Ja, waar is die eigenlijk? Gewoon, hè? Waar is die eigenlijk? Ja, dat weet ik. Nou, dat is, oh, dat is een niet. Verrassing voor jou eigenlijk. Ja! Zou het iets voor jou zijn? Ik bedoel, we gaan het gewoon meteen regelen, hè? Ik zie het hem ook doen. Ja, dat sowieso. Ik zou zeggen, leg het voor. Samen met de buurvrouw. We kunnen ook een soort meteen een sollicitatie doen, hè? Wat zal ik eens aan hem vragen? Zijn buurvrouw is mijn dochter, maar dat is echt een kleine wereld. Dus. Een hele kleine wereld. Dorst kent onze. Heeft hij gekke dingen gedaan dan? Nou, niet dat ik weet. Mijn dochter is ook op pad, dus ja, die zie ik wel eens ooit. Maar vooral op Facebook voorbij komen, nergens anders. Ja, ja. Nou ja, over foute dingen gesproken. Verhaal. Facebook relatie. Foute dingen gesproken. Stel als jij... jij mag dichterbij komen hoor. Stel als jij op een biechtstoel zou zitten, wat zou jij dan zeggen? Ja, dat is een lang verhaal. Nee. Nou, we hebben het nog even hoor. Nou, geen idee eigenlijk. We hebben nog een half uur. Ik denk dat andere mensen het al weten. Over jezelf kun je meestal niet zoveel vertellen. Nee? Is er iemand die iets leuks weet over hem? Ik bedoel, hij staat er nou toch? Hij is goed verkleed. Dan zullen we die maar overslaan, zegt ze. Ja, hij is goed verkleed. Hij is wel goed verkleed. Dat is een beetje warm. Ja. Beetje warm, hè? Ja, een beetje warm. En wat leuk is, we hebben natuurlijk allemaal zotte redens gehad van grote prinsen en prinsessen. Maar ook voor jullie hebben we gevraagd om een zotte reden te maken. En wie gaat die voorlezen zometeen? Dat is dan, zie je de verrassing? Zo kijkt een hert in de koplampen. Hè? Zie je, wordt oh ja. Oh, laat eens kijken. Kijk eens even in de camera dan. Laat eens even zien. Hoe kijkt hij? Paniek. Die verbaasde blik. Nee, we hebben natuurlijk al die vraag gekregen, maar een zotte reden is toch vooral voor... althans, ik denk dat het wat makkelijker is voor iemand die wat ouder en ervaren is. Oh ja, dat mag ook. Maar hun kunnen misschien nog wel een leuk verhaal vertellen. Misschien mag ik nog heel even inhaken op zijn verhaal, want Tuurlijk. We hebben natuurlijk de optocht gehad zaterdag. Ja. En ze zijn heel bescheiden, we hebben dan met een clubje. Nou, dat is geen clubje. Ze komen door de Dennenlaan, hè, want daar hebben we het dan denk ik over, hè, de Katerlaan. En daar staan daar gewoon... Ik ben het niet zo bang aangelegd. Dus, maar daar staan daar gewoon, aan één kant van de weg staan daar gewoon 100, 120 man. Ja. Die hebben dan zich verzameld en die maken daar echt een feest van. Aan de andere kant staan er een man of 90. Het dorst is niet groot, hè, dus je kan ze bijna om elkaar zien. Je kan ze zeker horen. En staan er om de hoek naar en daar gaat de optocht langs. Want we hebben natuurlijk ook al een beetje rustige stuk en het weer was ook niet geweldig. Mm-hmm. Maar hun maken echt het verschil met de carnaval. Door juist die clubjes daar neer te zetten. En als we nou dorst dekkend kunnen krijgen in 2021, ja, dan wordt het allemaal nog gekker en gekker. En dan staan mensen vanzelf op die zeggen van, nou, dat lijkt me leuk. Wie weet, hè? Ja, ik zit al eens op een roze wolk, hè? Nee, maar ik moet wel... Dit vond ik al best een mooie zotte reden. Ja, zomaar, hè? In paniek, hè? Blinde paniek was het. En ja, nee, toch oh, nog, nee. Geef mij het podium en daar moet ik echt afgekapt. Ja, wat zou je dan... Nee, is goed, dan ga ik even plassen en ben ik zo terug. Ja, wat leuk. Pak nog een worstbroodje. Nee, wij proberen wel dat soort dingen te doen. Dus we zijn echt zielsblij met dat soort initiatieven. En die zien we echt door de route verschijnen. En we hebben dit jaar ook... En er vinden mensen van, ja, maar dan moet je heel dorst door. Gewoon weinig mensen, had ik al gezegd, hè. Nog niet opgevallen. Ja, niet meer dan 3000. En, maar wij willen ook bijvoorbeeld Krategus, dat is bij ons een woonvorm. Die zit echt in Dorst, de buitenwijk van Dorst, want die hebben we namelijk ook. We hebben Dorst Centrum, ook een bord met Dorst Centrum erop. Dorst Ziekenhuis, Dorst Bioscoop. Bij de Ringweg. Maar daar gaan we ook naartoe om vooral ook iedereen een beetje te bedienen. Want die optocht is gewoon te mooi om alleen maar even rondje rond de kerk. Ja. Wat ik wel snap. En het weer was er ook na. Maar we willen vooral rond. En daar hebben we echt... Nou, deze ouders voor nodig, hè. Dus ik heb mooi de gelegenheid en het podium om jullie te bedanken voor het meerijden, het meedenken, het meedoen. Soms ook snappen van, dat we niet alles geregeld krijgen, we zijn met een klein clubje. Ja. Is je zot genoeg zo? Nee, ga door. Ik vind het mooi. En, maar daar hebben we hun voor nodig.
En ik hoop natuurlijk ook... Ik voel hem. En volgend jaar hebben wij gewoon weer een nieuwe jeugdraad die 100% verfrist is. Want wanneer begin je dan met zo'n nieuwe jeugdraad zoeken? Ja, dan ga ik even naar mijn buurman, want die is daar zeer actief in en die geeft graag het woord. Wij beginnen zelf eerst gewoon als Stichting Kater even gewoon een keer bij elkaar te komen. Ja. En rond 11e van de 11e ga ik al naar de basisschool toe en ga ik een presentatie geven over carnaval. Om zo groep 7, 8... Mm-hmm. En hoe ziet zo'n presentatie dan eruit? Die verzin ik ter plekke. Dat is goed. De zotte reden, ja. Van hem. Ja, maar wat vertel, bijvoorbeeld, wat ga je vertellen? Een beetje over de geschiedenis van carnaval. Dat ze een beetje weten waar carnaval over gaat. Maar ook over... Oké, even testen. Weet jij waar het over gaat? Vertel. Gewoon ja wacht zeggen. Wacht even, waar is de microfoon? Weet je toevallig nog waar de carnaval over gaat? Wat heeft hij allemaal verteld? Ja, dat weet ik niet meer. Misschien heel goed, ze gewoon niet op reageren. Misschien weet je nou het. Weet jij het nog? Ja, nou, carnaval is een feest. Dan ga je eerst heel veel eten en drinken en daarna ga je vasten. Kijk, ja. En dan ga je 40 dagen ga je vasten. Dat lukt mij nooit. Na dag 2 gaat het al mis. Dan sta ik al bij een of andere fastfood in de drijf. Wat is vasten dan? Dan kan je geen... Dan eet je meestal niet zoveel vlees en geen snoep. En geen friet? Nee, dat ook niet. En geen hamburger? Geen worstenbrood? Oh, dat is niks voor mij, hoor. Nee, dat is ook niks voor mij. Maar dat kunnen we ook zien. Alleen, dat kunnen we ook zien, hè? Nou, je zegt het zelf, ik hou bij zo'n mond dicht. Ik bedoel het goed. Ik hoor in mijn oren, er staan bloemen voor, dat ziet niemand. Nou, gelukkig. En een tafel. En een tafel, gelukkig ook. Blijf gewoon zo zitten, zo. Hey, vertel verder, Robbie. En vervolgens ga ik een beetje uitleggen over de verkiezing. Ja. Van wat je ongeveer moet doen, waar we de verkiezing gaan houden. En dan de volgende activiteit is de verkiezing zelf. En wat voor verkiezing is het dan? De verkiezing van de kinderen uit groep 8 kunnen zich opgeven voor prins, prinses, naar of narin. Ja. En die moeten zich dan eigenlijk zichzelf gaan presenteren. Dat kan door middel van een beetje sauwelen, een leuk dansje met z'n allen te gaan doen. Eigenlijk gewoon één groot feest van maken. En hoeveel aanmeldingen krijg je dan gemiddeld die prins willen worden? Dat verschilt een beetje per jaar. Dit jaar hadden we iets minder aanmeldingen, maar vorig jaar hadden we echt wel 3 aanmeldingen voor een prins. 4 aanmeldingen voor de nar. En dan wordt het zo één gezellige avond met uiteindelijk met het publiek die ook echt mag gaan kiezen van wie het gaat worden dit jaar. Oh, dat is best mooi eigenlijk. Ja, dus zeker. Over nadenkt, wordt het wel, zeker. En is er een presentatie die jou het meest is bijgebleven? Ik zit er sinds zelf vorig jaar bij. En ik heb toen vorig jaar die verkiezing helemaal georganiseerd en gedaan en gepresenteerd. Hoe ben je dan bij je gekomen? Ben je daarvoor gevraagd? Of dacht je, ik ga me eens mee bemoeien, ik wil ook gewoon eens wat doen? Ja, eigenlijk van, ik had gehoord dat ze in de stichting nog mensen in de werkgroepen zochten. Ja. En... ik ben daar zo een keer van, laat mij een keer een jaartje meedraaien. En, ja. En dan zit je er gewoon. En dan ben steeds. Ik er weer, dus... Jeetje. Niet echt te denken. En volgend jaar hoop ik gewoon weer erbij te zijn. Nou, is hij er volgend jaar weer bij? Ja. Zeker, zeker. Kijk eens. Het contract is gewoon voor 11 jaar verlengd. Zo is dat. Ja. Zo is dat. Hey, we hadden jullie gevraagd om iets mee te nemen voor de andere prins. Nou, K. Indonk, die is al geweest. Ja, die zitten, ja, ik voel het nog steeds lammig. En die hebben een klokje meegenomen. En nu dachten wij een beetje zo van, nou, laten we het kattengat nou samen gaan ruilen met Kaaienbonk. Ja. En dan gaan wij jullie pakketje hoogstpersoonlijk naar Prins Minnes brengen. Ja, als we nog daar mogen komen, hè? Jawel. We zijn uitgegeven met alle confetti. Een beetje confetti mee. Ja, dat ja een beetje confetti. Ligt genoeg hier op de grond trouwens. Ja, dus. Ja en de bladblazen wil ik ook meenemen. Ja. Dus, maar wat heb je meegenomen? Gaan we even mag de microfoon even erbij? Heerlijk. We gaan even kijken naar wat zit er in de koffer. Nou, we zijn heel benieuwd. Wat heb je meegenomen? Een poes. Een poes. Oh ja. Nou, de... Oh nee. Ik weet niet precies wat het is. Een poes? Laat eens kijken. Zullen we eens even samen kijken? Het is een. Het is een poes. Ja. Is het een poes? Laat eens kijken.
De poes van Prins Minas. Ja, wow. Hij gaat nou naar Keiendonk natuurlijk, hè? Hij moet nou naar Keiendonk. De Keiendonk krijgt een poes. Kun je vertellen wat, wat er precies in zit? Nou, daar zit een... we hebben natuurlijk ook op ons logo een katerkop. Ja, ik zit niet te kijken, maar ik moet eigenlijk hier kijken. Een katerkop. En we hebben iemand in ons bestuur zitten die heeft gouden handjes. Wat mijn handen zien, wat mijn ogen zien, maken mijn handen kapot. Bij hem is het juist andersom, hè? Zij maakt alles. Het is echt een uniek ding. Hè, daar is er ook maar één van, dat is deze. En daar zit een katerkop op en dat is er weer gemonteerd, vastgelast, gelijmd op een stuk staal. Dus een uniek ding. Dat is zwaar volgens mij. Ja, heel zware poes. Ja, dat is zwaar, zwaar verijzerd, hè? Dat is niet zomaar iets. Oh, wow. Ja, wij komen niet meer rotzooi af. Nee, dit is geen hier rotzooi, al niet nee. En met dat al niet, hè? Dus we mogen volgend jaar weer terugkomen, hoor. We hebben nog een keycordje bij gedaan en nog wat leuks. Dus, oh, leuk. En uiteraard over een jaar dan horen we graag van Keiendonk hoe het ermee gedaan hebben met die poes. Nou, ik denk dat ze met die poes wel raad kunnen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk een uniek ding. Kennen jullie dat liedje van de poes van Tante Loes? Nou, dus we gaan hem anders gaat hem zingen, anders. Ja. 1, 2, 3. De poes van Tante Loes. Ja, la, la, la. Nou, echt een leuk liedje. Ja, la, 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 la. Die heeft een kater, die poes. Die heeft een kater. Nou. Ja. Volgens mij ben jij de enige die dat liedje kent. Ja. Ja, het is erg blijven hangen, merk je nou ook. Nou ja. Komt er de Sanseverias hier, denk ik. Ja, dat denk ik, ja. Die staan wel in bloeien, hè, dit jaar. Ja, ja, die staan er goed bij. Wij gaan zorgen dat... Ja, maar wat is dan voor jullie dan het beste middel tegen de kater? Want ik neem aan dat er ook wel een lekker biertje in gaat. Tussen al dat geregeld voor de jeugd. Ja. De beste remedie is aan de voorkant niet te veel drinken. Maar goed, als je dat dan toch doet, dan denk ik van een liter water en twee paracetamol. Dat heb van ik van horen zeggen, hè? Nee, daarna. Half weken ook. Moet veel drinken. Ja? Water erbij, hè? Dat brengt een beetje balans. Oh, dan gaat het paracetamol mis. Erbij en... Kijk ermee weg ermee doet, hè? Maar ik zou zeggen... Ik vind het wel een gouden tip. Een katertip. Heb jij ook nog een katertip? Liter water, twee... Ja. Eindig altijd met wacht even, sorry. Met twee paracetamol. Met twee paracetamol, nee. Twee waterkus of twee cola. Daarmee eindigen. Ja, ja, ja. Ja. Twee cola, dan moet je mee eindigen. Ja, of twee water. Mij zegt, vertelt een glas melk. Oh. Ja, dat is een paracetamol. Het maakt niet uit. Hé, hey, Prins, wat ga jij, waar kijk jij nu nog heel erg naar uit deze komende dagen? Naar Dorsk Talent. Daar kijk je wel echt heel erg naar uit. En wat is jouw taak daar dan bij Dorska Talent? Een beginwoordje. Een beginwoordje. Heb je hem al voorbereid? Een beetje. Heb je al een klein tipje om te vertellen? Nee, niet echt. Nee? Moet eerst nog even repeteren, zeg. Ja. Het is ook geheim, hè? Want het is natuurlijk hartstikke belangrijk wat hij straks moet doen. Ja, ja. Ja, de prijsuitreiking doen ze ook, hè? Beren zoveel mogelijk te betrekken, lukt niet altijd, hè? Maar hun zijn wel natuurlijk, hun gaan voor in de lol, hè? Hey, er waren 17 inzendingen, zei je, hè, voor Got Talent. Nou, echt leuk. Ik ben benieuwd. Soms zelfs ook nog live gezongen, gespeeld, dus het wordt een spektakel. Maar wat is nou een beetje echt het lied van het kattengat? Is het een kattengat lied? We hebben Mark van Overveld gehad, hè? Die komt uit Dorst. En die heeft nog één keer het liedje De Kater gemaakt. Ja? En dat is wel een beetje, dat gaat namelijk over hoe zwaar het 's morgens soms is. Ja. Ja, ja, daar is het soms wel. Wat is er hier gebeurd? Hoe ben ik hier beland? Ja, dat hè? Ja, ik ben het even kwijt. Dat is ook zo'n ding. Ja, precies. Dus dan, dat is een beetje, nou, die hebben we niet geadopteerd, maar het is wel een beetje een katerlied. Waar mij ook, want het is de katergevoel, maar als je stopt of als je iets te veel ingenomen hebt. Dus nou, dat zou het kunnen zijn. Ja, ik heb nog een leuke vraag voor de prins eigenlijk. Als jij een dag onzichtbaar zou zijn, hè, wat zou je dan doen? Gluren of zo, snoepjes stelen. Ja, snoepjes stelen. Snoepjes stelen. Oh, En wat zijn de lekkerste? Het zijn er best wel veel. Nou, maakt niet uit. Als het er maar veel noem maar op. Als het er maar veel zijn. Kikkertjes. Oh ja. Ja, die zijn lekker. Die zijn echt lekker. Ja. En als je een dier zou willen zijn, wat zou het dan zijn? Een kat. Ja, dat is niet als. Ja. Een hond. Een hond. Een hond. Lekker overal tegenaan plassen. Thuis mag ze nou... Herken je dat, Mitch? Zou jij dat willen doen? Dat herken ik inderdaad wel een beetje. Ja? Ben jij zo'n bomenplasser? Nou, ik heb er nooit geen bon gehad. Nee? Ik heb er wel filmpjes van. Oh, nee. Nou, ik ben ooit een keer één keer... Mannen in regie, mag ik een filmpje? Nee. Jawel. Soms moet je wel gewoon eens even. Ja. En de prins, het zijn lange dagen voor jou. Stop aan onderwerp, zeker. Anders gaan dingen gebeuren. Hey, hoe laat moet je s'avonds naar bed? Want je bent nou wel prins. Hè? Mag je van je vader en je moeder wel opprijven als prins? Soms. Want waar staan jouw ouders er ook bij? Hier.
Dag papa, mama. Kom er even bij. Komt er even bij. Leuk voor het plaatje. Ja, zeker. Kom er maar even achter staan, hè? Want achter elke jeugdprins staan gewoon hele goede, sterke ouders, hè? Wel even een vraag, hè? Tot hoe laat mag de prins opblijven? Nu een uur of 10:30 wel eens. Hé, prins, zullen we gelijk afspreken? Vanavond 11:30? Ja, ja, is goed. Ja, dat gaan we afspreken? Ga ik je aan de hand? Tot vanavond 11:30 mag je opblijven. Sorry, papa, mama. Nee, het moest gewoon eventjes. Hé, dat hebben we geregeld, hè? Hey, en als het nou niet gelukt is, dan doen we ons morgen even bellen, hè? Ja, dan komen we erop terug. Dan komen we er gewoon even op terug. 11:30 vanavond. Yes, thank you. Yes. Leuk, mooi blijven. Geregeld. Ja, mooi geregeld. Ah, dat is leuk. Nou, ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie komst. Ja, dat zeker. Ik vind echt heel knap wat je hebt gedaan, want het was volgens mij best een beetje spannend. Ja, een beetje. Ja, een beetje nee. Wel. Hè. Nou, je kunt het terugkijken, ook nog op YouTube. En ik denk dat je gewoon heel erg trots kunt zijn. Dankjewel voor je komst. Ja. En kijk eens. Ja, dat mag toch een klap worden. Dankjewel. Nou, met het kattengat, daar sluiten we vandaag het programma mee af van Ben de Wakker. Morgen 3 nieuwe afleveringen. Zometeen krijg je Wat een huishouden. En dan om 14:30 de optocht van het Kielergat, die in aangepaste vorm door de straten van het Kielergat rijdt. Maar eerst de Barnavalsliedverkiezing compilatie.